nu een aantal wedstrijden voor jou als hoofdtrainer. Bevalt het? Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je beginnend coach bent, ik heb natuurlijk wel een beetje ervaring daarin op pupilniveau. Maar goed, dan is het een unieke kans voor mezelf om aan de slag te gaan. En ik ga elke dag met erg veel plezier richting het sportcomplex van NAC. NAC is op zoek naar een hoofdtrainer, maar sluit niet uit dat jij het seizoen gaat afmaken samen met Rob Penders. Is er al iets meer over duidelijk? Wat wil jij? Wat vind jij? Nou ja, goed, dat heb ik vorige week ook al verteld in een interview. Ik vind dat NAC een wel overwogen beslissing moet nemen in zaken de nieuwe hoofdcoach. Nou goed, ze hebben de profielschets hebben ze liggen, de blauwdruk. Met Verbeek al gesproken? Ze hebben een gesprek met Verbeek gehad en ze zullen waarschijnlijk ook nog met andere mensen daarin een gesprek aangaan. Goed, en ik ben onderdeel van de club NAC. Ik ben niet meer dan NAC. Ik ben ook niet beter dan het team. Ik ben gewoon een individu. En als ik mijn eigen daar, als ik daar mijn ding in kan doen en een steentje bijdragen om de jongens te helpen en de club te helpen, dan zal ik dat zeker doen. Ik vind het ook hartstikke leuk. Je blijft wel als assistent, hè? Als een hoofdtrainer mocht komen. Nou goed, ik kan me eigenlijk nog voorstellen dat er een hoofdcoach komt die dan expliciet zijn eigen assistent trainer mee wilt nemen. Dat zou ik me niet van kunnen voorstellen. Maar goed, dat zien we dan wel. Dat vind ik ook allemaal niet zo'n probleem. Maar dan nog, hè? Een extra assistent kan toch ook? Twee assistenten? Oh jawel, maar goed, ik denk dat ik een stukje cultuur moet kunnen bewaken binnen de club als NAC zijnde. Weet je, dat zijn belangrijke dingen. Je moet ook naar je opleiding kijken, naar je jeugd, naar het tweede elftal en naar de visie en de missie van de club. En ik denk dat daar voor NAC inderdaad wel een belangrijk issue ligt. En daar zou ik prima rollen kunnen vervullen. Een van de kandidaten die genoemd wordt naast Verbeek en Brood is Maaskant. Die ken jij goed. Zie je een tandem met hem zitten? Nou ja, goed, ik ken Robert goed. Ik ben denk onder Robert heb ik toch wel behoorlijk wat stapjes gemaakt als speler zijnde. En die heeft me ook toe aangezet tot het trainersvak. En ook gezegd tegen mij, van, joh, kom eens een keer uit je comfortzone als jochie uit het Brabantse en stap daar eens uit. En die is voor mij wel heel erg belangrijk geweest voor mijn carrière. Ja. Dus ja, ik ken Robert goed, prima trainer, prima kerel en ik mag hem heel graag. Met andere woorden, samenwerking zie jij wel zitten? Ja, maar goed, dan spitsen we toe op Robert Maaskant. Maar er zijn nog meerdere trainers die in... Maar jij mag ook een voorkeur hebben, hè? Ja, goed, misschien heb ik wel een voorkeur. Maar goed, die spreken dan wel uit naar Graeme Rutjes of Justin Coetzee.